De meeste mensen schieten foto's digitaal en dat doen ze met hun smartphone of met een digitale fotocamera. Maar het gebeurt steeds vaker dat mensen analoge foto's maken met een analoge camera. En wie kan nou beter 5 redenen geven waarom je analoog moet schieten dan fotograaf des Vaderlands en ambassadeur van Camera Express, Marwan Makroen. Jij schiet natuurlijk al een tijdje analoog en jij kan ook alles over daarover vertellen natuurlijk. Nou, zeker. Nou, in deze video ga ik je 5 redenen geven waarom je aan analoge fotografie moet gaan beginnen. Let's go. Reden 1. Ja, techniek is gigantisch belangrijk. Het is super belangrijk om alle technieken van de camera te weten, omdat je nou eenmaal niet in automatische stand kan schieten. Ja, en daarom moet je eigenlijk wel zo snel mogelijk alle instellingen van je camera weten. Fotografie is natuurlijk licht, creativiteit en compositie, ja. Maar het is ook techniek. Ja. En achter analoge camera's, waar je vaak manueel moet bedienen, hoe meer jij weet eigenlijk over de techniek van fotografie, hoe je beter daarin wordt. Reden 2. De stijl van analoge fotografie. Dat is met digitale fotografie qua kleur en korrel niet echt te evenaren. En een filtertje is toch niet helemaal hetzelfde. Nou ja, het mooie aan is dat je allemaal verschillende filmrolletjes hebt. Mm-hmm. Waar je allemaal verschillende kleuren in hebt. Verschillende korrel. Ja. Dus elk rolletje heeft natuurlijk ook een andere kleur. Bedoel een andere kleur inderdaad. Ja. En dat is wel eigenlijk heel erg tof aan analoge fotografie. Ja. Het allemaal een hele andere esthetiek en een hele andere feel krijgt. En dat constant ontdekken en nieuwe rolletjes gaan kopen voor je camera, dat is gewoon echt heel erg tof. Heb jij ook een favoriet rolletje of favoriet merk of zo? Wat je dan, Nou ja, ik gebruik vaak de Portra 400. Ja, ik vind het wel leuk om met nieuwe dingen te experimenteren. Ja. Of met rolletjes die over datum zijn, dan heb je wel een heel bijzonder effect. Oké, okay. Een soort vaag of zo kan ik me voorstellen, dat het dan net iets vervaagt. Leuk. Dus dat is wel echt heel erg leuk aan analoge fotografie. Reden 3. Bij digitale fotografie knal je gewoon lekker je SD-kaartje erin en kun je meerdere foto's per seconde schieten. Soms zelfs 10 of zelfs 30 en 40. Maar dat is bij analoge fotografie ietsje anders. Ja, je kan minimaal met zo'n rolletje 10 foto's schieten en maximaal 36 met een klein beeld. Dat is een kleinere foto. Ja, met kleinere foto's inderdaad. En met middenformaat is dat ongeveer 10. Dat betekent dus dat je echt heel zuinig met je rolletje om moet gaan zeker. En met je shots om moet gaan. En dat is juist heel erg leuk. Dus je gaat veel meer nadenken over wat je in beeld gaat brengen. Ja. Dus je bent een beetje voorzichtig. Zeker weten, dan maak je pas een shot. Inderdaad. Dus je gaat met meer een idee een shot bekijken. Ja. Je gaat je goed belichten, goede compositie, het licht klopt. Ja. En dan ga je de foto maken en dan zie je toch dat er meer bedachtzamere foto's uitkomen dan wanneer je digitaal schiet. Reden 4. Analoge foto's kunnen natuurlijk niet zomaar worden ingeladen op je computer of worden verstuurd naar je smartphone. Dat moet allemaal handmatig worden ontwikkeld en ingescand. Maar dat heeft volgens veel analoge fotografen juist alweer een charme. Bij het schieten moet je eerst natuurlijk de rolletjes ontwikkelen. Ja. Daar gaat tijd overheen. Ja. Maar in de tussentijd is het natuurlijk wel spannend omdat je niet weet of het misschien wel goed belicht is. Nee. Of de shots wel echt helemaal gelukt zijn. Ja. En daarna moet je het ook nog inscannen. Tenminste, dat doe ik wel. Ja. Foto's inscannen. Om ze digitaal te maken. Juist, inderdaad. Ja, dat is natuurlijk wel een heel lang proces voordat je echt de foto kan zien. Ja. En dat is eigenlijk wel tof aan analoge fotografie. Dat het spannend is. Ja, precies. En dat het interessant is om even te wachten voordat je een foto... Voordat je het resultaat kan zien. Ja. Dus dat is wel heel tof. Reden 5. Er zijn steeds minder analoge fotocamera's waardoor het aanbod daalt. Maar tegelijkertijd stijgt de vraag wel, omdat het eigenlijk steeds populairder wordt. En dat zorgt voor een interessante zoektocht. Ze worden ook steeds moeilijker om te verkrijgen en ze worden ook steeds duurder. Omdat er gewoon steeds minder in omloop zijn. Ja. Dat zorgt er ook weer voor dat de prijs omhoog schiet. Ja. En de vraag gaat misschien ook een beetje omhoog. Ja, het wordt natuurlijk best wel populair weer, een soort vintage-achtig. Precies. Dus het is ook echt voor de liefhebber om zo'n camera dan tot je beschikking te hebben en te kopen. Ja. Maar ook op zoek gaan naar oude camera's en oude lenzen, dat is ook nog
heel ding. Dus het is juist heel erg leuk om op zoek te gaan naar gear. Ik ben ook gewoon echt gewoon een fotografie nerd in dat opzicht. Dus ik hou van verschillende gear hebben. Zoals bij elke camera, ze werken allemaal op hun eigen manier. En de ene iets meer mechanisch en de andere net iets meer soort van digitaal. Ja, en toch dat, wel, zeg maar. Ja, zeker als je gaat kijken naar de laatste analoge camera's voordat we naar overgingen naar digitaal. Zie je dat die camera's bijna eigenlijk gewoon op onze camera's nu lijken van digitaal. Maar alleen maar analoog zijn. En dat is eigenlijk heel erg tof om daar ook mee aan de slag te gaan. Het is toch eigenlijk de analoge look, maar wel met het gemak, om het even zo te zeggen, van een digitale camera. Juist. Hoe ga je daarna op zoek? Zit je op marktplaatsen zoeken of zo? Of ga je naar fysieke winkels? Of hoe moet ik dat zien? Nou, dat kan op verschillende manieren, denk ik. De Camera Express verkoopt natuurlijk ook tweedehands spullen. Dus dat is ook heel erg tof. Maar ook via, want ik ken heel veel fotografen. Daar is altijd een omloop in iemand die dat aanbiedt via social media. Er zijn verschillende kanalen om eigenlijk aan nieuwe gear te komen. Tof. Dat is het spannende na fotografie, los van het fotograferen. Maar ook gewoon je rolletje in die nieuwe analoge camera van jou. En kijken hoe dat eruit ziet. Inderdaad. Ik wil jou hartstikke bedanken voor het mede mogelijk maken van deze video. Jij moet voor mij nog wat foto's ontwikkelen. Klopt, inderdaad. Links in ieder geval naar jouw interview en naar jouw social media kanalen staan in ieder geval in de beschrijving. Nogmaals hartstikke bedankt en tot de volgende. Yes. Hoi. Ja, er valt natuurlijk nog veel meer te vertellen over analoge fotografie. Maar dit waren wat ons betreft de 5 belangrijkste redenen die jou een beetje kunnen inspireren voor analoge fotografie. Mocht je nou een beetje moeite hebben om in het fotografievak te komen, dan hebben wij hier links een hele mooie playlist gemaakt over de basis van fotografie. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jij het hebt genoten. Like, abonneer en tot de volgende. Laters.